Ik ga vandaag de four in the hand knopen, alleen dan nu op een andere manier. Ik heb de four in the hand gekozen voor deze das, want dit is een soort van gebreide das, weet je wel. Er zit wel wat rek in. Ik wil die rek er niet uithalen. Dus andere knopen of andere dassen zijn geschikt voor andere knopen. De four in the hand is uitermate geschikt voor deze. Wil je er geen goocheltrucje van maken, dan is dit de makkelijkste manier. Ik heb mijn brede zijde aan mijn rechterkant, dunne zijde aan mijn linkerkant. Ik ga rechts over links. Ik hou nu mijn twee vingers hier tussen, zodat ik die lus kan maken. Ik ga achterlangs. Dan haal ik hem één keer naar voren toe. Met mijn twee vingers ertussen, want ik wil zonder de das al te veel op te rekken, die knoop kunnen maken. Dit is een van de meest simpele knopen die er bestaat. Hij wordt grappig genoeg ook nog heel veel gebruikt. En hier heb je hem. Een four in the hand. Aantrekken. Het mooie van deze knoop is, hij hoeft ook niet geweldig strak te zitten. Kraag omlaag. Deze knoop past ook perfect bij deze das. Dus op die manier kan je zitten. Laat me weten of je van deze ontzettend eenvoudige knoop vindt. En vergis je niet, hij wordt echt heel vaak gebruikt.